Yo mensen, ik ben in een nieuwe video, Hieldka Floris. En vandaag zit ik in de auto weer met Jannik. En we gaan dus naar Augsburg vandaag. Trouwens, deze video waarschijnlijk komt hij niet online op dinsdag. Ik denk dat ik het net niet ga redden. Dus waarschijnlijk is deze video op woensdag online gekomen. Maar wij gaan naar Augsburg. We gaan even voor die 1000 likes. En Augsburg is een stadje net boven Munich. Maar net onder waar Jannik dus vandaan komt. En het stond ook in beeld, een beetje waar Augsburg is. En Jannik zei dat het een hele chille stad is. Een mooie stad is. Dus wij gaan Augsburg eventjes om. Dekken. En omdat het natuurlijk gisteren Tapas Tuesday is en waarschijnlijk geen Tapas Tuesday online gekomen is, wil ik vandaag het typisch Duits eten gaan testen. Denk aan misschien wel schnitzel, alhoewel dat natuurlijk niet Duits is, een pretzel en gewoon heel veel verschillende typische Duitse gerechten. En die gaan we dan samen met z'n tweeën gaan we die raten. Dus een soort Tapas Tuesday, maar dan in Duitsland. Ik heb hier heel veel zin in. Het is trouwens ook eindelijk lekker weer. Eindelijk is het zonnetje aangekomen, want de afgelopen dagen op Oktoberfest was het echt heel slecht weer. Ik heb overigens wel een beetje gefilmd, maar ik heb de beelden terug bekeken. We waren te dronken en ik denk niet dat het een hele leuke vlog geworden is. Dus vandaar geen Oktoberfest beelden, maar gewoon deze extra video dus in Augsburg. Oké, we zitten in het centrum dus. Ik zal het even laten zien. Echt een heel schattig leuk pleintje. Het is nogmaals, ik had het net al gezegd, maar echt zo chill weer. We hebben de allereerste Duitse eten van vandaag. En dat is een krapfen. Ik heb een vanillekrapfen. Jannik heeft een normale krapfen? Raspberry krapfen. Zelf hou ik niet echt van raspberry, dus vandaar dat ik vanille heb. En we gaan het proberen. Ik ben heel erg benieuwd. I'm gonna try. We have to take 2 or 3 bites, because inside there's like a filling. Oh ja. Oké. Ze look it already comes out a little. Mm. Die gaan we proberen. Oké. Mm. Puddingbroodje zouden we dit noemen in het Nederlands, denk ik. Puddingbroodje. Heel lekker. But this is like only during the like carnival season. Oh, this you don't have that all year long. Oh. So it's like a carnival food. And then now almost carnival. Yeah. I mean in 1 month they begin carnival, so they are now producing. Okay. Get into carnival mood basically. Mm-hmm. In the Keulen is a good carnival, no? Mm-hmm. It's like the main city of carnival. Okay, eerste Duitse de Kupfen. Zo. Ja, mijn handen. De koepfen. Krapfen. Eerste Duitse eten, de krapfen, getest. Een soort puddingbroodje. In Nederland zouden we zeggen een puddingbroodje. Echt wel heel erg lekker. Ja, cijfer weet ik niet. Maar een hele goeie. Even de korte sightseeing beelden. Ik vind het heel gaaf. Die kleine huisjes, kleine raampjes in het huis. Daar dus ook. Ik zal even inzoomen. Heel vet. En dan daar een soort van kasteelachtig huis. En dan daar de kerk. Echt een heel vet centrum. We gaan nog heel veel meer dingen zien hoor. En veel meer eten proberen. Maar ik wil het even kort laten zien. Ik vind het centrum echt heel vet. We zitten nu op het terrasje. We drinken maracuja spritz. Een soort appelsprits. En we wachten even op Luca. Dat is die andere Duitser. En dan gaan we straks naar een Duits restaurantje. Ik zal even laten zien. Want we zitten dus op een heel leuk pleintje. En hier voor mij is dus het stadhuis. En oprecht een echt mega mooi gebouw voor een stadhuis, om heel eerlijk te zijn. Het stadhuis dus van Augsburg. En daar is dus nog een kerk. Het is gewoon een beetje het relatief centraal pleintje. En wij zitten dus daarachter een maracuja-sprits te nemen. En we gaan dus over, nou denk ik, een half uurtje gaan we dus naar een Duits restaurant. En gaan we daar iets typisch Duits proberen. Ik weet nog niet wat, dat gaan we nog zien. Waardoor dus het tweede typische Duitse eten. Oké, we hebben een alcoholvrij biertje, super gezond. Van München, dit is trouwens Augustiner bier. Dat is echt letterlijk het lekkerste bier dat ik denk ik ooit op heb. Toen ik naar die Vreuningsfest was, dat was dus een soort kleine Oktoberfest, hadden we dus ook Augustiner bier. Dit is echt ontzettend lekker. Dus ik ben benieuwd hoe de alcoholvrije versie is. En voor het eten gaan we dus zwijnenbraten doen. Typisch Duits dus kennelijk. Dan gaan we duck doen. En we gaan deze doen. Goulash of zoiets. Nou, het zijn gewoon hele Duitse gerechten. En we gaan gewoon zien hoe lekker het is. Maar de boys zeiden dus dat dat het beste is om te bestellen. Taste test. Cheers. Ik drink eigenlijk letterlijk nooit alcoholvrij bier. Je proeft wel dat er iets een beetje anders is aan het biertje. Logisch, er zit geen alcohol in. Maar op zich qua... Nog even één stokje trouwens. Ik moet wel eerlijk zeggen, het smaakt wel minder lekker dan echt alcoholbier, zeg maar. Maar het is niet vies. Op zich prima. Augustinerbrouw, prima. Ik weet eigenlijk niet, kan je dit überhaupt in Nederland krijgen, dit bier? Ik heb het in Nederland in ieder geval nooit gezien. Maar prima biertje. We gaan nu wachten dus op... We hebben het eten besteld. We gaan nu wachten op het eten en dan checken we zo het eten. Ik ben heel benieuwd. 3 verschillende gerechten dus. Dus dat is wel chill. We kunnen 3 verschillende dingetjes testen. Nou, het is aangekomen. Dit is zwijnenbraten. En nou, het is echt de grootste portie die ik ooit gezien heb. Het is allemaal vlees. Voor mij kan je het gewoon allemaal opeten. Misschien dit vet, maar ik weet het niet zeker. Dit heb ik al een keer op. Dit is heel lekker. Dit is, hoe heet het ook weer? Knudel. En het heeft een hele rare substantie, maar heel chill. Dan is dit duck. Dat is eend. Halve eend. Quarter of a duck, dus dat is gewoon eend. Niet heel typisch Duits, denk ik. Dit is rode, oh, hoe noemen we dat ook weer? Rode kool.
rode kool en dit is dezelfde weer. Dit is also, het is altijd hetzelfde als die. No, this is made out of like pretzels and stuff. Het ziet er ook heel goed uit. Deer's stew. Rijselbeer, en broccoli. En er is een kleine salade erbij. Nou, de porties zijn echt ongelooflijk groot. Dat is sowieso. Oké, we gaan het proberen. Eerst dit met gewoon de saus. Lekker. Ik weet niet precies wat het is. Nog een hapje. Ik kan het moeilijk uitleggen, de taste. Maar het smaakt echt lekker. Nu ga ik dit proberen. De knudel. Knudel. Dit is een hele rare substantie. Ik kan het niet echt uitleggen hoe het is, maar... Heel zacht in je mond. Het is iets niet wat we niet in Nederland hebben. Of misschien wel, dan ben ik gewoon niet zo slim. Maar een hele rare substantie, super lekker ook. Nou, oprecht, ik ben hier blij mee. Ik zal straks even die van hun proberen, maar ik laat ze natuurlijk eerst zelf eten. Maar in ieder geval een goede keuze. Oké, we gaan nu deze proberen. Ik ben de naam kwijt, maar het is net al in beeld gekomen. Het ziet er heel lekker uit. Echt, deze vind ik misschien nog wel beter uitzien dan die ander. Het is een stuk vlees. Een beetje dicht in de camera. Heel benieuwd. Ik heb geen idee hoe dit smaakt. Beter dan die. Heel lekker. De saus. Het is een pear. Het ding below is een pear. Echt, de saus is zo lekker. Rode wijnsaus, denk ik. Ik heb misschien de verkeerde keuze gemaakt. Laatste hapje hiervan, dan geef ik het weer terug. Anders eet ik zijn hele gerecht op. Doen we deze nog proberen. Deze doe ik even los om te kijken hoe het smaakt. Met die saus is gewoon. Die saus maakt het al heel lekker gewoon. Interessant, ik weet precies wat het is. Het is soort ook weer een hele rare substantie, maar weer echt heel lekker oprecht. Ik dacht dat Duitsers geen lekker eten hadden, maar oprecht, het is echt heel lekker allemaal. Dus oprecht allemaal heel lekker. En de laatste die we gaan proberen, dit is hetzelfde als die ik net al had, dus die zou ik niet nog een keer proberen. Rode kool ken ik, ben ik niet groot fan van. Eend wel, ik heb dus een keer in Thailand gebackpackt en heb ik toen echt, denk ik, 3 dagen in de week toen eend gegeten in Thailand, omdat ik eend zo lekker vond. Dus ik ga het gewoon nog een keer proberen, kijken of de Duitsers het ook goed kunnen. Oké. Ook weer lekker. Als ik zou moeten raten, denk ik dat ik de die ik het tweede gegeten had het lekkerst vond. En dan deze ongeveer hetzelfde. En dit is ook dus heel lekker, maar dat hebben we dus allebei. En hier heb je nog wat rode kool erbij. En ik had eigenlijk, ik denk dat dit bij mijne, dit is mine, right? Dit is part of mine dish. Maar ja, ik weet niet, zo'n salade ben ik niet heel groot fan van eigenlijk. Maar oprecht, Bavarian Restaurant, helemaal top eigenlijk. Ik ben positief verrast. We gaan hierna nog 2 Duitse dingen proberen. Maar dat doen we een andere dag. Oké, het is de volgende dag. We gaan nu, het YouTuber Speed heeft natuurlijk ook al geprobeerd in Berlijn. Wij zijn helaas niet in Berlijn. Maar we gaan de Döner Kebab gaan we proberen. En het komt dus officieel, kijk, het is dus een heel, het komt uit Duitsland of Turkije. Het is altijd een heel ding. Het ding is, een Turkse man heeft het dus in Duitsland uitgevonden, zeg maar. Dus ja, komt het dan uit Duitsland of komt het dan uit Turkije? Ik weet het niet heel erg. Maar in ieder geval is dit nu dus bij Sommes Döner Kebab. Dönerwurst, right? Dönerwurst. In Dönerwurst. En we gaan proberen. En er is dus ook een speciaal drankje dat je erbij moet drinken, dat we gaan proberen. Ik heb er zin in. Het is ontbijt trouwens. Het is 1 uur in de middag en wij gaan döner bestellen. Supermooi. Ik heb er zin in. Döner kebab, lekker. Dit is een typische soort 7-up-achtig dus van de Turk. En dit is een yoghurtdrink. Jannik neemt die. Ik neem deze, want ik hou echt niet van yoghurt. 2 schüler döner met saus en pret, oder? Nee, 2 normale döner. Ah, normale. 7,30 euro hierbij, weet ik. Nee, dat is te samen. Samen, hè? Ja. Laat het Duits even bestellen. Mocht het misgaan. Hij betaalt het voor mij trouwens, de hele kans. Ganz genau. Kijk, daar is die jongens. Heerlijk, 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 heerlijk. Alles erop. Ik ben echt heel benieuwd oprecht. Oké, we zitten. Broodje voor me. Gaan proberen. Ik heb denk ik ook letterlijk 8 maanden lang geen döner op. Want ik ben, nou ja, 7 maanden lang niet in Nederland geweest. In Nederland eet ik überhaupt niet veel döner. En in Barcelona heb ik geen döner gehaald. Jannik heeft 1 keer met Luca in Barcelona döner gehaald. En toen werden ze ziek daarna. Dus ik ben blij dat ik die keer niet de döner heb gehaald. We gaan even proberen. Gaan we dan. You have to take like 2 or 3 bites. Mm. Because, you know, the deeper you get, the better it gets. That's good, hè? And now, we try this drink. Ulu Dag. Of zoiets. 7-Up. Jongens, dit kennen we. Wat is dit ook alweer? Oh, hoe noem je dat? Dit is dat drankje. Ah, ik ben het kwijt. Ik ga het erin editen. Ik ben het kwijt. Dit is dat drankje dat je heel jong was. Dat je dan bestelt in de supermarkt in zo'n grote fles. Ik weet niet of ik erop kan komen op de naam, maar... Ah, ik...
Ik weet precies hoe de verpakking eruit ziet, maar ik weet niet hoe het heet. Lekker. Oké, doen we nog even één hap en dan is het mooi geweest weer. Dan gaan we daarna door naar het allerlaatste Duitse gerecht. Echt een lekkere döner. Echt top. We gaan nu de laatste twee Duitse gerechten testen. Ik heb hier Leberkäse Semmen. Kijk, ja, is goed uitgesproken. En hier is nog een verrassing in. En deze kennen jullie waarschijnlijk allemaal. We gaan eerst deze doen. En wat het dus is, moet even kijken of het goed focust. Is dus eigenlijk letterlijk, het ziet er niet heel lekker uit om heel eerlijk te zijn. Maar ik heb het al een keer eerder op. Het is echt lekker. Heel veel vlees dus letterlijk. Hoe zeg je dat? Zoete mosterd. En dus een broodje. Gewoon een pistoletje achter. Dus vlees, broodje en dus sweet mustard. En sweet mustard is echt mega lekker. Dus we gaan het even testen, hè. Ja, dat is goed, man. Ik vind dus die saus echt mega lekker. Die sweet mustard saus. In Nederland hebben we dat volgens mij helemaal niet. Even één hapje. Heerlijk. Heerlijk. Trouwens, we zijn nu in Ingolstadt. En dat is dus een stadje best wel in de buurt van München ook. En dit is dus een plek waar Jannik en Luca allebei studeren. Ze studeren hier dus allebei. En nou, hebben ze lectures. En we gaan straks ook een beetje rondlopen op de campus. Maar ik denk niet dat ik dit zeg maar zelf ook ga filmen. Want ja, een campus. Ik bedoel, we hebben ook een hele mooie campus verder in Nederland. Maar dit is dus Ingolstadt. Het is weer een nieuw stadje. Het is best wel leuk. Want nu met die Oktoberfest kom ik bij heel veel verschillende plekjes. Maar we hebben deze dus getest. Die eet ik straks verder op. Want ik vind hem wel lekker. Ik ga hem natuurlijk niet weggooien. Maar nu moeten we het laatste testen. De verrassing. En dit kennen we allemaal wel natuurlijk. Het is een, in Nederland noemen wij het anders. Kijk eens aan. De pretzen, zeg je in Duitsland. Maar wij noemen het de pretzel natuurlijk in Nederland. En nou, ik weet allemaal wel een beetje hoe dit proeft. Dus eigenlijk, ja, hoe kan je dit beschrijven? Ik denk eigenlijk dat bijna iedereen het wel kent. Nou, gewoon even één hapje nemen, want ik weet natuurlijk hoe dit proeft. Heel populair ook op Oktoberfest. En daar heb je van die hele grote die je kon kopen. Nou, even proeven. Gewoon een breedje. Gewoon normaal. Fresh or is it dry? Bit dry. Not super good, but also not bad. Actually, the opinions differ. Some people say this part is the best one, some people say this part is the best one. Because sometimes this, like these small things are very crunchy. Ah. Yeah, I like the softer ones more. Ik vind het lekkerder als het zacht is dan de meer harde kant. Je hebt een harde kant en een zachte kant. Prima, eet ik ook natuurlijk zo nog op. Want ik ga deze video straks editen in de bibliotheek van de Universiteit van Jannik. Dus dat is super mooi. Ik hoop de grootte van de video. We hebben nu echt, nou, hoeveel? Ik denk 5 of 6 verschillende Duitse gerechten getest. Wat vinden jullie de lekkerste gerechten? Welke hebben jullie ooit getest? Kennen jullie ze allemaal? Kennen jullie er maar een paar? Laat even achter in de comments. Dus ik hoop de grootte video maar even kijken. Zien we de volgende video en tot dan, mensen.